We zijn nu in de studio van Matter. Dit is de plek waar ik gewoon waar je los kan gaan, waar je kan experimenteren zonder dat je bang hoeft te zijn dat het vies wordt. Dat is wel fijn om hier bezig te zijn. Nu ben ik even verschillende kleuren blauw aan het testen voor de jassen van TNO. Eigenlijk zijn het allemaal gewoon best wel normale keukenobjecten, zeg maar, die in een misschien een professionele keukenzetting ook kan vinden. En dit is omdat de jas nylon is, of deels nylon, kun je niet met normale verf verven. Dan moet je het op hoge temperatuur verven. Ja. Dit zijn stukjes parachutestof. Om even te checken wat de kleur is. En dat komt een beetje overeen met de jassen. Ik denk dat het eigenlijk al mijn hele leven is. Ik heb foto's van mezelf dat ik 4 ben of zo. En dat ik al mijn speelgoed gecategoriseerd in kleur op grond heb neergelegd. Dus ik speelde niet echt met mijn speelgoed, maar ik was vooral bezig met kleuren en ja, een soort van systemen aanbrengen daarin ook. Dus, ik heb fine art gestudeerd en daarin was ik eigenlijk ook altijd meer bezig met experimenten. En checken wat gebeurt er als ik dit A en B bij elkaar gooi. Ik was altijd meer bezig met het proces en met het experiment. En ook heel erg verzamelen van dingen. Ja, dan echt ontwerpen of een eindproduct creëren. Ik heb nu een aantal jaren in de materiaalsector gewerkt, zeg maar. Vooral sourcing en ja, echt naar beurzen en fabrieken en ontwikkeling doen met fabrieken. En op een gegeven moment merkte ik dat heel veel van de processen die in de fabrieken zich afspelen, dat die eigenlijk best wel makkelijk te vertalen zijn naar ja, je eigen studio. En dat ben ik gewoon gaan proberen. Het was gewoon vaak ook vanuit, omdat ik dan te horen kreeg van fabrikanten, nee, dat kan niet. En dan dacht ik, ging googlen en dan, ja, dat kan wel. Dat moet lukken en eigenlijk een beetje te kloten, eerst in de keuken. En toen werd het op een gegeven moment een hokje hier en zo ging het naar voren. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ging ik het gewoon filmen. En toen postte ik dat wel eens op social media. Op een gegeven moment merkte ik dat er heel veel vragen was. Van, hoe doe je dat? Hoe werkt dat? En ja, zo is het net eigenlijk begonnen. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal natuurlijke kleurstoffen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld henna. Dus dat zijn allemaal of poeders of stukjes van wortels. Ze zijn niet allemaal kleurvast. Licht echt noemen ze dat. En daar heb je dan ook weer trucjes voor hoe je dat dan weer met natuurlijke middelen kan fixeren. Dit is natuurlijk ooit hoe het verven begonnen is. En op het moment dat we dus gingen industrialiseren, werden dus de chemische kleurstoffen ontwikkeld. En kwamen ze natuurlijk vanuit verlangen om stabiliteit te krijgen en ja, dat je altijd hetzelfde resultaat hebt en dat de kleur natuurlijk goed blijft en allemaal zo snel mogelijk natuurlijk. Vanuit daar is natuurlijk de ontwikkeling ontstaan om chemische kleurstoffen te creëren. Dus daar zitten allemaal toegevoegde middelen bij om het eigenlijk allemaal zo stabiel en ja, stabiel mogelijk te maken. Dat je misschien op grotere schaal ook onderzoek kan doen dan alleen hier. Vooral om in contact te komen met mensen die echt op innovatieve manier bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen. En vooral in het kader van duurzaamheid. Dus om echt materialen te ontwikkelen die geen schade aanrichten. En oplossing zijn voor problemen in de industrie. Dat lijkt me toch. Ik leer zelf heel veel van DIY en knutselclubjes en van forums met huismoeders die tips uitwisselen over hoe je je kleding schoon krijgt of hoe je kinderkleren kan verven of zo, weet je. Dus ja, onderschat niet waar je informatie uit kan halen. En als je iets interessant vindt, ga het gewoon doen. Probeer het gewoon. Ja, dat is het.